Ik loop warm voor wandelen en voor verre afstanden lopen. En ik loop ook warm voor mensen die getroffen zijn door kanker. En ik heb geprobeerd om die twee dingen, dat lopen en het goede doel kanker, te combineren. Dus ik loop en ik loop van de Noordzee naar de Zwarte Zee, langs de Rijn en de Donau. En mensen die mijn goede doel, het Helen Dowling Instituut, die hebben 3 vestigingen in Nederland, willen steunen, die kunnen mij sponsoren. En wat doet het Helen Dowling Instituut? Het Helen Dowling Instituut geeft psychologische zorg bij kanker. Dus het is niet een medisch, niet op de medische kant gericht, maar vooral op de psychologische begeleiding voor de patiënt. En niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving van de patiënt. Dus partners, kinderen, eventuele vrienden die door die ziekte ondersteuning kunnen gebruiken om dat een plek in hun leven te geven. Die kunnen een beroep doen op het Helen Dowling Instituut. Oké, ik begrijp dat je nu even thuis bent, even weer in Nederland bent. Ja. De helft inmiddels gelopen hebt. Ja, klopt. En over een paar dagen weer vertrekt naar? Naar Belgrado. Tot zover was ik gekomen vanaf Hoek van Holland. En ik vlieg dinsdag terug en ga woensdag, de 15e juni, verder lopen richting de monding van de Donau. Dat is bij Tulcea in Roemenië. Tulcea, zeggen de Roemenen. En vandaar loop ik langs de kust van de Zwarte Zee richting Istanbul. En dat is hoeveel kilometer nog? Ja, iets meer is ruim 2000. Ik denk dat ik op de helft ben ongeveer. Oké. Geeft het nog gevaren met zich mee? Je loopt toch niet door de makkelijkste landen? Nou, tot nu toe niet. Ik heb naar Oostenrijk en Duitsland, Hongarije helemaal van noord naar zuid doorlopen. En dat is eigenlijk probleemloos gegaan. En nu loop ik al 2 weken in Servië. En dat gaat ook heel erg goed. Ik ondervind eigenlijk alleen maar heel veel steun van mensen die graag willen helpen. Als je een vraag hebt, dan proberen ze daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Of jezelf op weg te helpen, of een lift, of weet ik veel wat. Dus ik heb nog niet grote problemen gehad met mensen in de omgeving. Het enige wat ik begrepen heb van je is, slaapplekken, dat wil nog wel eens een probleem geven. Je moet wel eens iets langer doorlopen dan je gepland hebt. Klopt. Ik moet mijn etappes heel erg afstemmen op de overnachtingsmogelijkheden die er zijn. Ja, dat vraagt improvisatie. En soms is dat heel lastig. Want als je denkt dat je ergens bent, dan blijkt het ineens opgeheven of bestaat niet meer. En dan, met fietsen kan je nog 10 kilometer, kan je nog wat extra. Maar als je al 30 kilometer gelopen hebt en je mag er nog 10 bij, dan is dat soms net even te veel. Vandaar dat je nu probeert een tentje mee te nemen, ja. Eventueel iets eerder stoppen en dan op die manier te overnachten. Ja, precies. Dat geeft me iets meer mogelijkheden om keuzes te maken. Oké. Nou Wim, ik wens je heel veel succes en maak goede kilometers. En ik hoop dat er veel mensen je zullen sponsoren. Dat hoop ik ook. Bedankt. Dankjewel.